vandaag dag 124. Ja, vanavond was het natuurlijk Nederland om 8 uur even 2 minuten stil. En dat zie je dan ook weer online terugkomen. Er worden heel veel beelden gedeeld. Bijvoorbeeld ook een 2 minuten stilte hier op het voetbalveld. Dat ziet er dan altijd mooi uit. Iedereen blijft dan tijdens de training even helemaal stilstaan. En een tweet die veel voorbij komt, die is van een pizzacourier in Groningen. Schitterend, toch? Die is gewoon even rustig naast zijn fiets gaan staan. En die heeft, neem ik aan dan, 2 minuten zo gestaan. Wat een held, zoals het hoort. Ja, over de zee in Engeland, een meisje, Anu. Dit is er, ze is 7 jaar en zij leeft al bijna de hele leven met 1 been. Nou, ze heeft een roze prothese, omdat roze ook de lievelingskleur is. En ze heeft nu een sportprothese gekregen. En die laat ze heel trots zien aan haar klasgenootjes. Vertederend, hè? Schattig. Dan is het vandaag ook nog trending op social media. Hashtag Star Wars. Het heeft alles mee te maken dat het vandaag Star Wars Day is. Dat is altijd op 4 mei, heb ik me laten vertellen. Want, flauw, may the 4th be with you. Alright. Nou, zelf zit ik er een beetje in zoals deze twitteraar. Ik vind het allemaal leuk. Iedereen fijne Star Wars dag, maar ik heb de films nog nooit gezien. Sorry. Een Amerikaanse talkshow-host, Jimmy Fallon, ken je vast wel. Die heeft wel veel met Star Wars, want hij heeft de karakters van Star Wars het nummer All Star laten zingen. Somebody once told me the world is gonna grow me. I'm the sharpest tool in the shed. Hey, now, you're an All Star. Get your game on. Come on, baby. Think stars. Break. Ja, dat is wel briljant, knap gedaan. En dan was er vanmorgen hier in Nederland ook nog de tweet van de politie. Deze politie-eenheid heeft iemand opgepakt op de A9. Die wilde fietsen naar Finland. Dat was het verhaal. En ze hadden ook gezegd, nou, de snelweg is wel de snelste weg, maar niet op de fiets. Lijkt mij dus briljant dat je dat tegenkomt. Maar als je dit tegenkomt op de snelweg, zit je ook wel even gek te kijken. Let op. En wat is het ook? Een soort viking in een kermisattractie? Nee, dit is een Romein. Romein. Ben Hur is dit. Maar dat kijk je toch gek op? Dat je naar links zit en denkt, waar word ik nou door ingehaald? Vreemd tafereel. Alright, geloof het of niet, ook een vreemd tafereel. Iemand heeft op internet ontdekt dat de kin van Trump lijkt op een kikker. En er worden nu dus heel veel foto's van gedeeld, duikt overal op. Trump met een kikker op zijn kin. Ja, je hebt er echt niks aan. Je zou willen dat je je smartphone even opzij had gelegd. Maar toch, het is het internet. En het is ook eigenlijk wel zalig. En er worden ook veel andere foto's gedeeld van een model. Dit model, ze heet Rain. Ze heeft al eerder in de picture gestaan. Toen werkte ze mee aan een campagne van Dove. En toen zei ze dit. They said I was boyish and ugly. When people think of the term pretty girl, they don't typically think of someone who looks like me. Klopt. People mistake me for being a guy all the time. You don't get to tell me how I need to look. Ja, ik vind het een fantastisch charismatische vrouw, maar ze heeft inderdaad een heel androgyn uiterlijk. En je ziet dus dat zij poseert voor zowel mannen als vrouwenkleding. Hier vind ik ook heel sexy. Ja, het is een hele interessante vrouw om naar te blijven kijken. Rain Dove heet ze dus. En ze is het model voor mannen- en vrouwenkleding. Virals? Om mee af te sluiten, katten. Altijd leuk. Ik heb geen katten, maar mij wordt vaak verteld dat ze een beetje de reputatie hebben dat ze arrogant zijn. Hè? Nou, schapen, die zijn juist weer dom. En nou vermoed ik dat we hier te maken hebben met een arrogante kat, maar juist een heel slim schaap. Lekker, zo doe je dat. Zo'n grijpmachine op de kermis. Als je daar helemaal iets vast hebt, dan ben je altijd blij. En dan denk je, nou, nu heb ik het vast, nu kan het niet meer misgaan, toch? Zielig. En tot slot dan het spannende moment dat een Brits echtpaar, bijna echtpaar, de gelofte gaat uitspreken op hun bruiloft. Nou, zo spannend zou je echt bijna misselijk van worden. I promise to be your biggest advocate and your best friend. I commit to sharing with you in seasons of Dat is echt heel smerig. En wat doe je dan ook?
is Adam. Wat Adam? Dat is een vieze. Dankjewel, Marieke.